spaart bierdopjes en de anders alles over trekkers. Maar onze collega Jeroen van der Plank spaart iets heel anders. Ja, Jeroen, die spaart voorwerpen uit Hollywoodfilms. Goedemiddag, Jeroen. Ja, goedemiddag. Ja, voorwerpen uit Hollywoodfilms, echt van die kaskrakers. Maar wat voor spullen moeten we dan aan denken? Ik vind eigenlijk alles leuk wat echt in de film is gebruikt. Dus wat je echt kan linken aan iets of wat echt, echt zichtbaar is in beeld geweest. En dat kunnen hele kleine dingetjes zijn, maar ook de grote dingen. Dus, we natuurlijk reuze benieuwd. Eerst maar even bij het begin beginnen. Hoe kom je er nou op om zoiets te gaan verzamelen? Hoe weet je dat dat bestaat, dat je dat aan kunt schaffen? Ik ben best wel fan van de film Jurassic Park. En ik had zoiets van, ik wil heel graag iets hebben uit de film, wat echt gebruikt is. En dan kom je in een soort markt terecht waar allemaal veilingen zijn online, waarbij ze dat soort spullen veilen. En het is best wel ongebruikelijk, want in Hollywood is het best gebruikelijk om, zodra een film klaar is, eigenlijk alle spullen te vernietigen. En het heeft ermee te maken dat de opslag van spullen gewoon heel veel geld kost. Dus de meeste spullen bestaan eigenlijk niet meer. En heel af en toe komt er toch nog wat naar boven, wat een medewerker heeft bewaard, of wat toch nog ergens in een hoekje is blijven liggen. Ja, dat kan je, kopen via een veiling. En toen ik dat zag. Ja, wat heb jij nou weten te bemachtigen uit Jurassic Park? Best wel een aantal dingen uit Jurassic Park. Ik heb een aantal, ik weet niet of je dat kunnen zien voor de kijkers. Dit is een klauw van die gifspuwer. Oh. Dus zijn nagel, zeg maar. Dit is echt de echte die we in de film hebben gezien. Dus de echte klauw. Ja. Ja. Ik heb ook een... Dit is een logo wat op de wagens heeft gezeten. Ja. De jeeps, zeg maar, die rondreden in Jurassic Park. En ja, mijn pronkstuk, zeg maar, dat is wel echt bijzonder dat ik dat pak heb weten te krijgen. Dat is dit. Dit is het een oog. Jeetje. En dit is een oog, zeg maar, wat echt gebruikt is in die grote animatronic, die robot, zeg maar, die gemaakt is van de T-Rex. Ja, want voor wie het niet ziet, het is een oog, dat is al groter dan je hand. Het is. Ik kan het net vaststaan. Maar dat is echt het oog van de iconische scène van die mensen die in dat autootje zitten, naar die geit zitten te kijken. Ineens is die geit weg en dan komt er ineens zo'n oog in beeld van die T-Rex. Ja. Ja, exact. Dus daar ben ik heel blij mee dat ik dat heb weten te bemachtigen. Dus, maar Jeroen, is het een dure hobby? Ja, heel erg. Ja, het gaat niet voor goedkope prijzen weg. Maar doe je het allemaal van? Ja, het gewoon lang sparen en dan hopen dat je iets voorbij ziet komen. Dat je denkt van, dit wil ik graag hebben. Ja, en hard werken voor Omroep Flevoland natuurlijk ook, Jeroen. Dat ook. Ja, er komt ook heel veel voorbij, hoor, wat ik niet kan kopen, of waar iemand toch meer biedt dan dat ik ervoor wil betalen. Maar soms lukt het. Ja, je hebt achter je ook nog, ik denk dat het van Spider-Man is of zo, de Daily Bugle. Wat is het? Ja, dit is een krant die gebruikt sinds de film van Spider-Man 2. Die op de tafel lag, zeg maar, van de hoofdredacteur van de krant. Waarbij gevraagd wordt om foto's van Spider-Man. Ja, hoe weet je nou dat je niet wordt opgelicht? Hè? Dat het echt uit die film komt? Er zijn een aantal bedrijven in Amerika die gespecialiseerd zijn hierin. Die ook samenwerken met de filmproductiemaatschappijen. En die geven certificaten af voor dit soort spullen. Dus die zit eigenlijk overal zit er een certificaat bij van echtheid. En dat is door hun uitgeschreven. Vandaar dat ik ook weet dat het klopt. Ja, je hebt het nu even op de bank allemaal uitgestald om het ons te laten zien. Ja. Maar wat doe je er normaal gesproken mee? Ik heb niet heel veel ruimte thuis. Dus ik probeer altijd wel een beetje de kleine dingen te kopen. En dingen te kopen wat ik of aan de muur kan hangen. Of wat ik ergens in de kast kan zetten. Dus mijn huis hangt eigenlijk vol met schilderijen, met spullen. En mijn kast staat vol met al dit soort kleine dingetjes. Ja, en je zei het zijn best wel gewilde objecten. Kan je het ook nog weer voor veel geld doorverkopen? In Nederland is de markt niet zo heel erg groot. Maar in Amerika is de markt echt heel, heel erg groot. En daar kan je echt wel, als je het voor een leuke prijs beter bemachtigen, dan het wordt steeds meer waard. Want vertel toch even, zo'n ingelijste krant, wat betaal je daar nou voor? Ik heb hem zelf laten inlijsten. Ja, dus in principe krijg je de krant los. Maar zo'n krant betaal je tussen de rond de €500 voor. Hmm.
Nou ja, ik heb een goedkoper abonnement. Ja. Ja, nou ja, dan moet je hem inderdaad precies maar ophangen. Want als daar koffie overheen gaat, dan is het natuurlijk meteen weg. Is er nou een soort heilige graal onder filmattributen die jij zo graag zou willen hebben? Als je alles zou mogen. Ik zelf ben heel erg fan dan van Jurassic Park. Dus ik probeer daar altijd wat van te bemachtigen. Maar er is één film waar echt bijna niks van te krijgen is. En heel erg gewild is, dat is alles van Home Alone. Dat is echt, als daar ooit iets van op een veiling komt, dan wordt er zo overboden om dat maar te krijgen. Dat is gewoon niet te vinden. Wat zou je daar nou kunnen, wat kun je daar nou, dat inbrekerstuig of zo van de, van die, wat kan je daarvan krijgen? Wat zou je daarvan kunnen krijgen? Een paar maanden geleden was in Home Alone 2 heb je de bakstenen die naar beneden wordt gegooid door Kevin. Zo'n baksteen die was te koop. Dat is dan niet een echte baksteen uiteraard, maar van schuim. En inderdaad, je hebt zo'n koevoet die gebruikt is, waar de boef mee heeft geslagen. Die was ook te koop, maar die ging echt voor hele grote bedragen weg. Nou goed, nou nog even flink doorsparen dus. Heel erg bedankt dat je... Ja, er gaat een wereld voor ons open. Ja, precies, want we kennen je al een tijdje, maar dit hadden we toch niet achter jou gezocht, hè, Jeroen? Ja, ja. Ja. Ieder zombie toch? Jeroen, dankjewel.